Bondscoach Joyce Heutink en Rabotalent Amy Wagenaar verzorgden een van de clinics tijdens het instructierondje aangepast sporten. Op het KNS-centrum in Ermelo kwam alles aan bod wat met paradressuur en mennen te maken heeft. Het is heel mooi om te zien dat zowel de sporters, maar ook mensen die het interesseert, juryleden, potentiële sponsors, dat die hier allemaal zijn om te kunnen genieten van deze prachtige tak van sport. Mensen weten er bijna niks van en daardoor is het ook heel moeilijk om tegen mensen te zeggen van ik rij voor de para's. Want ja, ze krijgen toch gelijk een bepaald beeld van jou. En ja, door zulke dagen worden dat denk ik toch wel laten zien dat de paarden ook echt wel meer is als, ja, als mensen die eigenlijk helemaal niks kunnen, maar mensen die gewoon goed kunnen rijden. Het leuke aan Maarten is eigenlijk, op het moment dat hij in de wedstrijd zit, is hij volgens mij altijd zijn handicap vergeten. Want hij gaat er altijd vol gas voor. Wat is jouw drijfveer? Mijn drijfveer is om toch te laten zien na een ongeluk dat je toch het leven weer goed op wil gaan pakken en niet bij de pakken neer wil gaan zetten. Want zo zit ik niet in elkaar. Want het hoofdje wil wel, maar de rest wil dan niet. Het is toch leuk om aan de mensen te laten zien tot daar geen verschil in zit. Voor een paar mensen ook leuke dingen kan laten zien en zeker zeer snel zijn. Dressuur-amazone Nicole Den Dulk laat de liefhebbers op de tribune zien wat ze wel en niet kan. Ze rijdt in grade 1B voor sporters met de zwaarste beperkingen. Het is natuurlijk heel moeilijk voor mij om op een paard te komen. En dat wilden we toch wel graag laten zien. Dat mensen zien van oh, als je zwaar gehandicapt bent, kan je toch paard rijden. Dat was voor mij ook even een drempel waar ik overheen moest natuurlijk. Want eerst deed je alles zelf en nu heb je echt wel iemand nodig. Dat wilden we heel graag laten zien en wat voor hulpmiddelen je kan gebruiken. Want toen ik begon, er staat nergens geschreven wat voor hulpmiddelen je mag en kan gebruiken. Dus wij hebben het ook helemaal zelf uitgevonden. En het helpt heel goed, maar je moet het wel weten en je moet erachter komen. Dus zo hebben we hopelijk ook de mensen die vanavond hier waren even kunnen laten zien van wat je kan gebruiken en op wat voor manier. In 2016 vinden de Paralympische Spelen in Brazilië plaats. Joyce Heutink nam alvast de proef op de som en is er in september naartoe gereisd. En we hebben daar terrein verkend. Ik ben ook op het terrein geweest, op het wedstrijdterrein van de parasport voor de dressuur. En dat heet Deodoro. Ja, en daar lag al een ring en stallen en ja, alles nog niet zoals het er straks uit gaat zien. Maar het is wel even fijn om te voelen, wat is de afstand, hoe ziet het eruit, is het ruim, is het krap, is er veel mogelijkheden voor para-ruiters, zijn er al aanpassingen, zulke dingen. Ja, prachtig. Tijdens de instructieavond in Ermelo was er speciaal bezoek vanuit het NOC-NSF, de Olympische Sportbond die topsport in Nederland wil bevorderen. Ik heb heel veel geleerd. Ik heb het geluk gehad dat ik naast de classifier mocht zitten, die me heel veel verteld ook heeft over hoe dit nou precies werkt. En het hele leuke is wat ik zie, en dat zie je eigenlijk in de hele breedte van de gehandicapte sport, dat de integratie eigenlijk, het onderbrengen van de gehandicapte sport bij de valide sportbonden, zoals nu bij de KNS gebeurd is, dat het een geweldige boost geeft aan de tak van sport. En dat zie je hier ook weer terug. Eén belangrijke boodschap wilden de sporters in ieder geval overbrengen vanavond. Dat wij ook gewoon topsport zijn en ook topruiters en die het ook gewoon het beste uit onze sport willen halen.